welkom weer terug op mijn kanaal. In deze video ga ik de hele dag aan school zitten. Ik heb binnenkort namelijk toetsweek en ik heb ook heel veel huiswerk. Dus ik ga jullie vandaag laten zien hoe een studeerdag er bij mij dan uitziet. Dus als jij ook nog veel moet doen voor school, dan hoop ik dat je uit deze video wat motivatie kan halen. En laten we dan maar gewoon snel gaan beginnen. Kijken naar deze nieuwe video. Wauw, het is zo lang geleden dat ik zo vroeg op ben gestaan om iets aan school te gaan doen. Ik had ook geen zin in de ochtend, maar gelukkig had ik van tevoren al een hele grote planning gemaakt. Strakke planning, allemaal tijdsblokken, zodat ik echt uit bed moest gaan. Dus gelukkig ben ik gegaan. Maar ik ben wel moe. Ik heb echt zoveel dingen te doen vandaag voor school. Dus ik moet wel gewoon nu gaan beginnen. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart goes so somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Oké, even een kleine update. Ik ben al ongeveer 2 uurtjes bezig. Het gaat echt goed. Ik ben zo blij dat ik hier nu even zit beneden. Het is echt fijn. En iedereen slaapt nog, dus dat is ook heerlijk. Want er komt er niemand naar beneden. Dus nog even 1 uurtje verder en dan ga ik ook lekker ontbijten. Daar heb ik ook zoveel zin in. Want ik heb echt honger. Met mijn eerste studeersessie. Echt fijn, het ging super goed. Het ging echt beter dan ik had verwacht. Dus nu kan ik lekker gaan ontbijten. Als ik de hele dag aan school zit, dan mag ik lekker eten wat ik wil. Want weet je, we moeten op de een of andere manier toch de dag nog een beetje leuk zien te maken. Oké, ik ben helemaal ready. Kijk hoe leuk dit topje is. Je kan hierdoor je hand zo door dit gat doen. I don't know waarom, maar ik vind dat echt leuk. Maar oké, nu gaan we echt beginnen. Ik moet me nu echt even gaan concentreren. Dus ik heb al mijn spullen erbij gepakt die ik ook maar nodig kan hebben. Zodat ik niet word afgeleid tijdens dat ik bezig ben. Ik heb gewoon mijn oplader, ik heb eten, ik heb drinken. Gewoon echt alles. Zodat als mijn laptop opeens leeg is, dat ik niet aan mijn oplader nog moet gaan zoeken en zo. Ik heb gewoon alles al klaar. Zodat ik hier 3 uur kan blijven zitten. Dus dat gaan we doen. Let's do it. Oké, daar gaan we weer. 3 uur timer. Let's go. Ik ben mezelf nu aan het voorbereiden op een Spaans examen die ik binnenkort heb. En hiervoor moet ik dit hele verslag uit mijn hoofd kennen. En daar krijg ik dan dus vragen over op mijn toets. Dus wat ik nu aan het doen ben, is zelf al vragen maken over al deze leerstof. En dat doe ik op Notion. Kijk, dat ziet er zo uit. Ik maak dus van die toggle lists en daar schrijf ik dan de vraag en daaronder het antwoord. En zo kun je jezelf dus heel makkelijk overhoren. Dit is voor mij gewoon echt de beste manier om lange stukken tekst uit mijn hoofd te leren. Oké, lekker even pauze. Oké, ik dacht nu ik pauze heb, beantwoord ik gelijk even 2 vragen die ik heel vaak krijg onder mijn schoolvideo's. En als eerste is de vraag, hoe zorg je ervoor dat je niet wordt afgeleid tijdens het werken? Nou, zoals jullie kunnen zien zet ik elke keer wel een timer. En zorg ik er gewoon voor dat ik niet op social media ga. Gewoon de hele dag niet. Het enige wat ik gebruik is Snapchat en en WhatsApp. Want daar stuur ik gewoon berichtjes naar mijn vrienden soms. Maar ik zit niet op Insta, niet op YouTube, niet op TikTok, al die apps. Want daardoor word ik gewoon veel te lang afgeleid. Dus op dit soort dagen gebruik ik dus gewoon geen social media. En daardoor word ik ook veel minder afgeleid natuurlijk. En dan nog de vraag, luister je muziek tijdens het leren? En zo ja, welke playlist? Nou, tijdens het leren zelf luister ik echt nooit muziek. Echt helemaal niks, want ik ga altijd meezingen in mijn hoofd en dan kan ik echt niet leren. Dus dan heb ik gewoon echt niks. Geen achtergrondgeluid, niks. Maar als ik een verslag aan het maken ben of zoiets, dan kan ik wel gewoon achtergrondmuziek aanzetten. Gewoon muziek waarvan ik de tekst niet ken. Dat kan nog wel. Maar meestal luister ik gewoon echt geen muziek als ik aan school zit. Nou, ik ga nu maar eventjes met de deur naar buiten, want dat moet ook gebeuren. Let's go! Ah! Jongens, er is net dit pakketje binnengekomen. En ik heb dus een nieuwe schooltas besteld. Even wachten. Kijk, prachtig. Het is de Marc Jacobs tote bag. En ik wilde die eigenlijk best wel lang al, maar omdat die zo duur was, had ik hem steeds niet gekocht. Maar jullie weten misschien vast wel dat ik altijd deze tas gebruik van Valentino. Echt al 6 jaar lang gebruik ik die voor school. Maar ik wilde nu gewoon echt weer een nieuwe. Dus ik heb hem gehaald. Hij is zo pretty. Oké, mijn laptop past er makkelijk in. En er is ook nog heel veel plek over. Zo blij mee. Alright. Oh, ik ben zo blij met die tas. Hij is zo mooi. Oké, maar nu gaan we weer verder. Ik ben echt heel blij dat ik voor mezelf een tijd had gezet dat ik weer verder moest gaan. Het is nu namelijk 2 uur en ik ga nu ook echt weer verder. Maar als ik dat niet had gedaan, had ik sowieso nog veel langer pauze genomen. Dus dat is zeker ook een tip. Als je gewoon de hele dag aan school moet zitten, zorg ervoor dat je echt tijden hebt gezet voor jezelf wanneer je wat wil doen. Want daar hou je er veel beter aan dan als je dat niet had gedaan. Dus nu nog 1 keer even 3 uur strijden. Let's do it. Ik studeer natuurlijk international business, dus ik heb heel veel financiële vakken, zoals economie en bedrijfseconomie. En ik moet nu ook een economieverslag gaan maken. Ik heb er echt geen zin in. Oh my god, het is zoveel werk. Maar ik moet het nu wel doen, want ik heb allemaal deadlines en deze deadline is als eerste, dus ik ga het toch maar doen. Oké, dus ik ga nu een economieverslag schrijven. Let's go. Nou, tijdens dat ik mijn economieverslag aan het maken ben, heb ik nog een hele handige tip voor jullie. Als jij ook economie of bedrijfseconomie in je vakkenpakket hebt en je dit jaar eindexamens doet. Dit gedeelte van de video is namelijk gesponsord door de Economie Academy. En de Economie Academy biedt een examentraining aan voor economie voor MAVO, HAVO en VWO. En voor bedrijfseconomie voor HAVO en VWO. En deze examentraining legt alle moeilijke en belangrijke stof uit die je moet weten voor je examen aan de hand van video's. En als jullie mij een beetje kennen, dan weet je dat ik leren aan de hand van video's echt de beste manier vind om te leren. Omdat je dingen daardoor veel beter begrijpt en je onthoudt het ook veel beter dan dat als je het alleen maar doorleest. Dus ik zal jullie wel even laten zien hoe zo'n examentraining eruit ziet. Kijk. Alle domeinen worden uitgebreid uitgelegd aan de hand van filmpjes. Maar er zijn ook begrippenlijsten, samenvattingen en nog allemaal extra tips. Dus alles wat je nodig hebt voor je examen staat gewoon in deze examentraining. En een van de beste manieren om te leren voor je examen is natuurlijk door oude examens te maken. En dat kun je ook doen op deze training. En wat er zo fijn aan is, is dat nadat je een opdracht hebt gemaakt, dan kan je bij het antwoord een filmpje zien die helemaal aan jou uitlegt hoe ze aan dat antwoord zijn gekomen. Dat is super fijn, want hierdoor weet jij dus precies hoe je zo'n soort opdracht in jouw examen moet aanpakken. En kan je hem dus helemaal foutloos maken op jouw examen. En kijk, per domein staat dus precies alles wat je moet kennen en wat je moet kunnen. En je kan dan elk onderdeel afvinken. Als je klaar bent met de video en als je hem begrijpt, dan kan je het dus afvinken. En dan kan je hierboven precies zien hoe ver je bent per domein. En zo kan je dus gewoon lekker doorwerken totdat je alles helemaal hebt afgewerkt. En dan weet je dus zeker dat je alles hebt geleerd voor je examen en dat je niks bent vergeten. Nou, mocht je deze examentraining nou graag willen gebruiken, dan heb ik natuurlijk een kortingscode voor jullie. En de kortingscode is Cheyenne met een hoofdletter C. En daarmee kan je hem kopen van in plaats van 29,95 voor maar 23,95. En ik denk dat het echt waard is. Want voor eenmalig 23,95 heb je dan gewoon alles wat je nodig hebt om dit examen te halen. Dus ik denk dat het je echt kan helpen. Dus check zeker het linkje in de beschrijving. en dan kan je hem kopen. Nou, ik ga nu ook maar gewoon verder met mijn economieverslag. Ik weet niet of jullie dit ook hebben, maar ik heb er soms echt last van. Dat als ik bezig ben met iets, dat ik dan in mijn hoofd aan allemaal andere dingen aan het denken ben. Dat ik echt denk van, kut, ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen. Terwijl ik dus eigenlijk moet concentreren op dit. Nou, ik heb daar gewoon een hele simpele methode voor mezelf gevonden, wat voor mij gewoon heel fijn werkt. En dat is gewoon een blaadje erbij pakken. En hier schrijf ik dan gewoon op dingen die me stress geven. Het klinkt heel simpel, maar als je hier dus gewoon even snel opschrijft wat er in je hoofd zit. En je denkt van, oké, dan kan ik daar later gewoon naar kijken. Het is uit je hoofd, op papier. Later, als ik klaar ben met dit, kijk ik daar weer naar. Klinkt super simpel, maar het helpt echt heel goed. Dus misschien helpt het jullie ook wel. Ik ben hier natuurlijk al de hele dag bezig met school. Maar ik heb echt de allerbeste motivatie om dit nu allemaal te doen. En dat is dat ik naar Spanje ga over een paar dagen. Dus ik wil daar gewoon lekker genieten. Dus daarom kan ik nu gewoon heel de tijd doorgaan aan school. Omdat ik het gewoon af moet krijgen. Dus wat ik hiermee wil zeggen is, zorg er natuurlijk voor dat je een motivatie hebt. Dat je iets leuks hebt om naar uit te kijken nadat je klaar bent met school. Maar überhaupt het gevoel van dat je klaar bent is al zo fijn. Dus daardoor wil ik het ook gewoon nu afmaken. Yes! Oh my god. Eindelijk! Oké, ik ben klaar. Nu ga ik eten, want daar heb ik zoveel zin in. Mijn rug doet zoveel pijn, jongens. Oh my god. Dat komt gewoon omdat ik zo, zeg maar, zit. Omdat ik een mooie angle wil maken voor jullie. Maar eigenlijk is het echt niet goed. Dat is geen goede rugpositie of zoiets. Maar boeien, ik heb het nu gedaan. En het was goed. Ik heb echt super veel gedaan aan school. Dus ik ben echt heel blij mee. Yes! Alright, jongens. Ik ga nu nog even een planningje maken voor de aankomende week. Want ik heb gewoon zoveel deadlines. En als ik het niet goed inplan, dan ga ik het nooit halen. Dus ik moet dat even goed doen. Nou jongens, dat was wel een beetje alles wat ik wilde doen vandaag voor school. Ik ben super blij met alles wat ik heb gedaan. En ik hoop ook dat jullie wat motivatie uit deze video hebben kunnen halen om ook te gaan beginnen aan school. Komt helemaal goed. Als ik het kan, kunnen jullie het sowieso ook. Dus ja, ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Als je het nou leuk vond, doe dan zeker een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Daar help je me heel erg mee. Dus als je dat wil doen, dankjewel. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En zie ik je hopelijk weer bij mijn volgende video. Doeg!